Leeflui, hier alaf gebroek met het laatste vastelovensnuut. Gebroek en de breuker vastelovens zijn in gevaar. Een duistere prinses wil de macht in gebroek overnemen en stadsprinses van gebroek werden. Ze is van plan om alle breuker vastelovensgekken en het kasteel in haar macht te nemen. President Ton en zijn wijze raad proberen uit alle macht om dit gevaar te stoppen. Maar of dit gaat lukken? Dat is nog maar de vraag. Zeker nu bekend is dat de bekende moelemaker Huub Hoebe in heng gevallen is van deze duistere prinses. Een moment alstublieft. Marieke, deze sticht nog het weer. Of zijn het weer deze? Nee, geen weer vandaag. Geen weer vandaag, leeflui. Kijk nu naar deze reportage. De gebroek alaaf het gemak. Mijn waarschuwing. Deze beelden zijn niet geschikt voor jong kinger. Met gebroek alaaf. Mijn wens. En de prins. Ja. Oeh, wat voor kaartje, wat liep de Huub nog weer? En zo gaan we hetzelfde. Dat ligt natuurlijk nog onder de zonnebank. Huub kennende. Hè? Of is hij te horen nog aan het verven? Kan ook nog. Gaan we maar eens even kijken hoe hij beliet. Want anders ging het natuurlijk niet lekker vanavond. Ja, nou, alle. Priscilla. Geef ze met niet? Gaan we eens even kijken hoe Huub is. Hè? Zo. Thank you.